Dames en heren, mocht u nu pas ingeschakeld hebben, mede door gladheid in de afdaling van Lemanje, mede door een val met onder meer Frère, is dat peloton opengescheurd. Gilbert, Van Avermaat en Bonen zitten in peloton 1. De andere grote favorieten met daarbij Hussoft en Frère onder meer, maar ook Ferre, zitten in peloton 2. Een voorsprong van 2,20 is nu nog 1,45 groot. En in peloton 1 dus Tom Bonen. Waarom dus nu niet even luisteren naar Tom Bonen? Tom Bonen, goedemorgen. Hoe gek maken de Italianen jou vandaag, of niet? De Italianen? Nee. Ik vind het eigenlijk altijd nog een van de meer ontspannere klassiekers. Zo. Het is een speciaal sfeertje. De start is alle jaren wel vergelijkbaar. Maar het is wel gezellig. Zeker nu, hè, met dat zonnetje erbij en al. Dat is in jouw voordeel misschien? Het goede weer. Ik kan het zeker gebruiken. De voorbij drie dagen heb ik heel voorzichtig geweest in wat ik deed. Veel gerust. Dagje op de rol getraind, bewust ook om de kou wat te vermijden en zo. Ik ben goed hersteld, maar ik heb nog niet echt een eikingspunt aan om te zeggen van kijk, zo goed ben ik. Dus op dat gebied is vandaag wel heel interessant voor mij en ga ik ook veel wijzer zijn denk ik aan de aankomst. Jij hoopt op een trage finale tussen aanhalingstekens? Nee, ik hoop op goede benen en dan mag het snel gaan. Hè. Ik heb niks te verliezen vandaag, dus het is voor mij heel anders dan andere jaren. Andere jaren sta ik aan de start en is gewoon met zo weinig mogelijk krachten op Via Roma niet aan de aankomst geraken, op de Lungomare geraken. Nu ja, zien we wel. Ik kan alleen maar winnen eigenlijk, hè, met resultaten dan. Hey, gelukkig, veel succes. Dankjewel. Al dus Tom Bonen goed gemutst. Zag het dus wel duidelijk zitten bij een zonnige start. Ondertussen zijn de wolken van de partij ook hier weinig zon nog. Hier en daar is er een spleetje. En schijnt dat spleetje op de hoofden van de mensen die, moet ik zeggen, talrijk opgekomen zijn. Ondanks het feit dat de Italiaanse verwachtingen niet echt hoog gespannen zijn. We zien daar de inspanningen op het aangezicht van Hoster die stilaan meer en meer afziet. Volgende capo zijn we nu bezig. De capo Cervo. Ja, en die 6-7 die hier rijden, die moeten zich compleet te pletter rijden tot aan de Cipressa. Hè. Ze moeten deze groep naar de Cipressa weten te brengen. En als ze dan nog meer dan een minuut hebben, Savoldelli. Ja, Paolo Savoldelli, tweevoudig Giro-winnaar. Savoldelli op de motor zien zitten als commentator. Hussoft houdt zich daar voorin. Scarponi. En Scarponi zit hier, dus ook in groep 2. Terpstra. Komt hij hier wat storen, wat breken? Dat zou toch de bedoeling moeten zijn, hè? Een Bosic zagen we daar ook wat inschuiven. Hier zit Terpstra. Selvacci zit daar wat verderop. Dat is een man voor Vacan Soleil. En heeft gelijk, heeft gelijk. Hij komt daar het raderwerk wat verstoren, omdat hij zijn kopman vooraan weet en maakt zich boos op die Italiaanse motor die hand- en spandiensten aan het leveren is. Voor een goed begrip, dit is weer de kopgroep, dames en heren. Greipel die zit hier ook, hè? Ja, maar hier zit ook een motor voor, hè? Ja. Maar hier zit ook Greipel, hè? Ja. Greipel. Laat hem maar lopen, jongens. In het Engels. André Greipel, wat had signore Sanremo gerade gezegd? Oh, we just didn't see each other a long time now. And just said hello. Oh, you're nervous for your first Sanremo? No, I'm not nervous. Of course, I don't know what I have to expect today, but I mean, I'm here to get to know the race and I'm looking forward. Being the guy you are, you can just win this race. I mean, I had not the best preparation for the race, of course, and I just try my best. And with Philippe, we have one of the best riders in the bunch to win the race. And we will see how the race develops and we give our best. Thank you. Best of luck. Ja, we zullen zien hoe de wedstrijd zich ontvouwt, zegt hij. En dan zullen we wel een keuze maken. Gilbert is een van de topfavorieten. We hebben een van de beste renners in het peloton om deze wedstrijd te winnen. En wat mezelf betreft, ik heb niet de beste voorbereiding gehad. En ik ben hier vooral om ervaring op te doen om deze wedstrijd te leren kennen. Want ik heb hem nog nooit gereden. Dit is zijn eerste Milaan Sanremo. Onmiddellijk mannetje op het wiel van de Bask, man van Quickstep, om de boel te verstoren. Terecht. 1,40 nog. 1,40. Hier zitten we bij Tossato. Dat is in de kopgroep. De kopgroep van 44 renners. Met nog 1,40 op het peloton met Frère, Hussoft en Ferre. En Cavendish en Gos.
En er toch nog eens even bij zeggen dat Greipel ten val kwam bij de verkenning van de team time trial van de ploegentijdrit in Tirreno Adriatico. De eerste etappe die hield daar een gehavend aangezicht aan over. Vooral de ooggas was zwaar geraakt. Hij reed die tijdrit nog uit, maar paste dan voor de eerste rit in lijn. Vandaar van een eindje ver terugkomen nu. Greipel maar wel bij de pinken. Wat kan hij nog doen bij de ploeg van Gilbert? Wat oogverblinding voorin is mogelijk. Er zullen wellicht frissere sprinters vooraan zitten dan Greipel op dit ogenblik is. Maar je weet maar nooit, het is Milan Sanremo. Gilbert, de man die het dan moet waarmaken zeker, toch wel getipt met 5 sterren in L'Equipe. En niemand anders kreeg 5 sterren, dat is vaak veelbetekenend. Hier is Philippe Gilbert. Philippe Gilbert, voor jezelf, hoeveel seconden denk je nodig te hebben op de Poggio om een kans te maken in Sanremo? Ja, ik weet niet, maar ja, de afdaling is redelijk hard en dan op vlak is 3 kilometer, dus ongeveer bijna 4 minuten vol en bij. Dus, dus in totaal is toch een inspanning van 8 minuten ongeveer. Dus ja, voor 8 minuten moet toch ongeveer 15, 20 seconden hebben, denk ik. Ja. Dat is veel. Stel eens het ideale groepje mee waarmee je over de top van de Poggio zou moeten fietsen. Ja, voor mij, als de koers is hard van in de start, dat is wel perfect. Maar het weer is hier lekker en in de Riviera ook. Dus het weer gaat niet lastiger, de koers lastiger maken. Maar ja, de renners beslissen altijd van het scenario en we zien wel. Ja, de vraag was eigenlijk, wie moet er meewippen van andere ploegen om kans te maken? Ja, het is moeilijk wie gaat mee rijden. Ik weet niet, een Scarponi rijdt altijd mee. Hij heeft echt een goede mentaliteit. Dus ook als hij weet dat hij kan niet winnen, hij gaat 100% geven. Dus renners zoals hem, ik wil graag mee. Ja. Beaucoup de chance. Dank u. Meekrijgen, hè? Want Scarponi zit in een tweede groep. Tenzij die tweede groep terugkeert en Scarponi dan toch nog zijn duivels ontbindt. Maar die kans is klein, want het was 1.40 en het is nu weer 1.48. Dus rijden weer wat verder weg vooraan. Ook knap werk van Scheer. Vooraan voor BMC, die daar met Kroon alles opknapt. Dat betekent dus dat Van Avermaat inderdaad die rol toegemeten kreeg die vooraf voorspeld was. Je bent kopman vandaag, samen met Ballan. En ze zitten daar met z'n tweeën. Ballan lijkt me een goede reisgezel voor Gilbert. Pozzato is dat uiteraard ook. Er zitten er nog wel een paar die mee zullen kunnen op de Poggio, geloof me. Nibali? Zonder enige twijfel. We zijn in San Bartolomeo sul Mare. Met andere woorden, de lekkere namen die ons dichter bij Sanremo brengen. Ze zullen elkaar nu in een versneld tempo opvolgen. We zijn ook dicht bij Imperia en de Capoberta. Top van de Capoberta op 39,5 kilometer van het einde. En ik denk dat daar nieuwe krachten zullen moeten aangewend worden voorin. Want ze kunnen niet blijven geven, hè. Het tempo moet erin blijven. Hier heb je die lange Scheer, een van de grootste jongens in het peloton. Reines, die het ook uitstekend deed in Parijs-Nice. Vaak wist te overleven. Alweer Karsten Kroon, die in de op één al laatste dag van Parijs-Nice een solo van 120 kilometer uit de benen schudde. Ook in lastige weersomstandigheden. Dat weer is toch een klein beetje onvoorspelbaar geweest. Gisteren allemaal zonnetjes en vanochtend is even gaan piepen en dan zag je 60% kans neerslag. Ja, je ziet weer wat spatten op de cameralens. Je ziet ook dat er wolken boven Sanremo komen drijven. Terwijl het hier ja, tot na de middag fantastisch weer was. Hè. Het was 20 graden in de zon. En zouden ze nu bij Omega Pharma Lotto hun Continentals opleggen hebben? Met die wafeltjes erop? Als je de afdaling van Limanië zag, dan hebben er niet te veel wafeltjes op hun profielen. Algemeen erkend als de tubus met de beste loopvlakken, zeker op dit soort ondergrond. We hebben ooit McEwen een etappe zien winnen in de Ronde van Italië, die helemaal uitgeregend was. Hij was wat de enige die recht bleef. Cipollini, Petacchi, die gingen allemaal tegen de vlakte. De betreurde Isaac Galvez ook. 1.46. In dit peloton. Nee, niet op de fiets, maar wel in de volgauto. Nu al, een beetje eerder dan voorzien, Peter van Petegem als gelegenheidscoach bij Garmin. Peter van Petegem met zijn visie voor de start. Peter van Petegem vroeger dan gepland in de volgauto bij Garmin Cervelo?
Nee, nee, het was afgesproken na het weekend van de omloop. Dat ik een paar dagen naar Terene zou komen. Dat is dan niet doorgaan, maar wel vanaf Milan-Sanremo tot Parijs-Roubaix. Wat is jouw taak vandaag? Dat is gemakkelijker dan fietsen. Hè. Vroeger moest het zelf afmaken, nu moet het plan maken. Zeker met onze ploeg hebben we een grote kans. Tactisch een beetje bekijken hoe dat de koers verloopt. Hè. Heel veel keuze, misschien te veel keuze met die drie man. Ferrer, Husshofft en dan nog altijd die derde pion ook. Huisler, ja. Beter die keuze, beter een keuze te veel dan te weinig keuze. Dus, maar Milan-Sanremo is een wedstrijd. Je kan veel op voorhand zeggen, maar je moet eerst de Cipressa over bekijken. En dan kun je nog veel beslissen. Wie is er echt super, wie heeft er de benen om misschien mee te gaan met bepaalde renners op de Poggio. En dan zien we wel voor de sprint. Farrar is normaal de rapste, maar het is 300 kilometer. Hè, dus op papier kun je veel zeggen, maar het moet eerst gereden worden. Geniet van de dag. Zeker en vast. Tot daar Peter van Petegem, die ook een keer of 4-5, ik wil ervan af zijn, een poging deed in zijn glorieperiode op de Poggio om er van weg te geraken. Af en toe leek dat te lukken, maar het gat was boven hetzelfde groter dan een seconde of 6-7 en dat is onvoldoende gebleken. Overigens in 2007 ging Gilbert weg en had hij boven een seconde of 10. En ook dat bleek niet genoeg, ondanks de steun van ene Rico. Daar zien we met druk nummer 162 Greipel nu toch al een beetje dieper in het arsenaal tasten. Bij Cancellara gaat dat nog behoorlijk vlot en heeft ook Redi nog altijd mee als sergeant, zeg maar. Ja, dat is op de Capo Berta, hè? Ze zijn eraan begonnen. Lastras zit ook goed mee voorin. Die reed Parijs-Nice als voorbereiding. Tijdens dat interview met Van Petegem zag u ook hoe Agnoli, een restant van de wekelijkse marktdag, van zijn fiets proberen te verwijderen. Een plastic zakje dat blijven slingeren was. Het was wel een zeer brutaal manoeuvre van die volgauto daar. Zeer brutaal. Chavanel die is even naar voren schiet om te polsen hoe het zit. We gaan nog eens even door tot hier de Capo Berta en ook de afdaling meepakken. Want er gebeurt altijd wel wat in die afdaling van de Capo Berta. Rabobank probeert er nu alsnog iets aan te doen. De bakens te verzetten. Freire toch nog in een gunstige positie te brengen. Maar kijk hoe het scheurt daarachter. Dit is niet de manier om een voorsprong teniet te doen. Ja, dit ook niet, hè. Dan zie je om en dan heb je een gat van een meter of 8. En daarachter is het allemaal bijna parcheggio. Maar hier is boom. Die redt dat gat dan wel weer dicht. Maar op die manier is het fluïde weg. De stroomlijn is eruit. Matthews is het hier. De wereldkampioen bij de belofte. Jong, hè? Jong en onervaren. Heel duidelijk. Sterk maar, wel. Anderzijds buik dat hij daar zit. Ja, het is waar. Het is sterk, maar het is niet slim. Hier Lars Boom. Van wie we toch vermoeden dat hij een van de volgende wedstrijden mee de finale gaat kraden. In de E3-prijs bijvoorbeeld zou er al moeten kunnen als hij die al rijdt. Chavanel klaarkijkend. Gelukkig dat hij helemaal op punt staat. Of toch bijna helemaal. Hier Bonen. Die toch wel een beetje lijkt te doseren daar op de Capo Berta. Grijpen die nog behoorlijk meegaat daar aan het wiel van Lastras. Terug naar 155. 244 nog eens bevestigd was Marcato. Visconti ook in een geslagen positie op dit moment nog altijd met Wiggins aan zijn wiel. Kolopnev in de achtergrond. Scarponi, behoorlijk wat volk van Lampre. Hier Geraint Thomas, de Britse kampioen. Boom, wat bekken trekkend. Ja, nu hè. Het is vooraan. Wat mistige toestanden. Of is daar een motor heet gelopen? Nee, daar staat iets in brand. Ja. Daar staat iemand met zo'n vuurpijl. Wat een vreemde Milan-Sanremo. Maar leuk, wel he? Aantrekkelijk. Maar ja. Geen moment om je te vervelen. Nee. Goed, die samenwerking in stand houden, daar komt het nu op aan. We zien wel Offredo opschuiven naar positie 2. Zou het kunnen dat hij een kaart trekt van een ploegmaat die wat verder verscholen zit. Chanel is ook wat dichterbij geschoven.
Chanel ook altijd een melkpotje. Vaak wat wispelturig, maar te vroeg in actie. We zijn er overheen, dus opletten voor die afdaling. Vraag dat maar aan Dekker, die hier eens een keertje zijn dijbeen op zijn bekken brak. Erik Dekker dus. Eerst volgende baken is de Cipressa. Daar moeten we nu een kilometer of 15 op wachten, alvorens daaraan te beginnen. En dan zien wat daar gebeurt, want dan moet die kopgroep uit elkaar gaan gerukt worden. In principe wel. Tot de voet van de Cipressa hebben ze er eigenlijk alle belang bij om de samenwerkende vennootschap in stand te houden. 1.40, maar we hebben ook een top gehouden bovenop de Capoberta. Kopgroep links in beeld in volle afdaling. Zij hier nog aan het klimmen met de Visconti. Die toch blijft hangen bij dat kleine ploegje van Farnese Vini. Mm-hmm. Ik neem aan dat ze hem als kopman naar behoren betalen. De wijnhandelaar uit het noorden van Italië. Kolopnev achter Wiggins. 1.14 daarboven aan het restaurant. Dat is wat anders. Dan gaat het nu snel. Dat is wat anders. Maar goed, dat draagt alweer bij tot de spankracht. En wat de gevaarlijkheidsgraad van de afdaling van de Capoberta betreft, is natuurlijk handiger met een groep van 45 dan met een peloton van pakweg 150. Ja, en wat opvallend is, en toch ook wel heel sterk, die Japanse kampioen, die Miyazawa, die kwam daar als tweede boven op die Capoberta in die tweede groep. Hè. Die kwam nog helpen werken voor Visconti. De hele dag mee in het offensief. Ja. Zou het dan toch niet rap genoeg gaan vooraan? We wilden nu een klein beetje nerveus krijgen, dames en heren, maar worden dat zelf natuurlijk ook. Afdaling razendsnel hoor. En dan zo meteen Imperia binnenduiken door dat smalle stadstraatje. En als die druk van achteruit weer wat groter wordt, als ze bijvoorbeeld aan de voet van de Cipressa op een seconde of 15-30 zitten, dan gaat Philippe Gilbert misschien een finale à la ronde van Lombardije moeten rijden. Hè? 1-10. Waarom dan niet de koers gaan maken op de Cipressa en daar met een man of 8-9 wegrijden. 1-10. Daar is Philippe Gilbert. Uiteraard wordt hij in het oog gehouden. Pozzato nu al op zijn wiel. Mm-hmm. Het lijkt wel het WK Revisited. Ik had voor de wedstrijd een natuurlijke entente genoteerd. Gilbert, Nibali, Balan, Cancellara, Pozzato. Dat kan nog altijd, want ze zitten allemaal vooraan. En het zijn allemaal mannen die de spurt willen ontlopen. We zijn Centrum Imperia. Naar Imperia San Lorenzo al Mare en daar gaan we dan woeps rechtsop naar de Cipressa. Je zag daar net even in die afdaling een impuls van Roelands. Het lijkt me inderdaad stilaan tijd dat er wat, zoals daarnet ook al gevraagd, wat verse krachten naar voren schieten. Ik kan niet te blijven rekenen op Gusev en op Reines. Daar volgt u mee op het kaartje, het gele lijntje, Imperia. En af en toe duiken we dus dat binnenland in tot twee keer toe. Niet echt hoog, tot een goede 250 respectievelijk 160 meter. Dat is alles. Korte beklimmingen, maar natuurlijk wel doorwegend. En nu ook nog met die nattigheid. Vies. Ja, zeer gevaarlijk. Opnieuw straks in de afdaling van de Cipressa en de Poggio, hè, mocht het nat zijn. We hebben daarnet gezien in de afdaling van Lemanje wat dat kan teweegbrengen. Dat beetje regen, wel, dat kan wel iets zijn. Ferrer en Hushovd nog altijd in die tweede groep. We hebben daar ook nog interviews van klaarstaan, maar gaan we die nog geven? Ik zou nog even wachten. En als we het nu niet doen, gaan we geen kans meer krijgen. Laten we dan verder maar proberen. Oké, verder. Tyler. Tyler Ferrer, goedemorgen. Wat een probleem bij jullie, een luxe probleem. Drie kopmannen voor één overwinning. Ja, voor mij het is niet, niet een echt probleem. Het zijn in goede dingen. We hebben drie mannen in vandaag met goede benen en goede conditie. En goede opportuniteit te winnen, ik denk. Wanneer valt de beslissing? Op de Cipressa? Ah, we gaan te kijken. We hebben een paar mannen. We kunnen misschien een ontsnapping volgen in de laatste kilometers. We hebben anderen als mij voor de sprint. Maar het is
Hoe voelt iedereen na 250 kilometer? Iedereen voelt goed nu, maar na 5 uur is iets anders. Agnoli, dat ging toch wel even makkelijk om Malacarne dat handje te geven. Dat wil eigenlijk zeggen, ik ben niet aan een beurt toe. Dat is wat Agnoli dacht. Nog 34 kilometer, nog 1 en 5. Ja, Greipel kwam daar ook Gilbert even inlichten ondertussen. Er komt wat van achteraan. Ze zijn aan het naderen en de auto's moeten al barrage maken. Dus gaat het nu snel. Dus Greipel, de vraag, wat doen we daar nu mee? Hè? Zal ik zelf een handje gaan toesteken? Ben ik daar nog toe in staat? Hij moet eerlijk zijn. Kan hij nog mee over die Cipressa, over de Poggio? Dan zou ik zeggen, spaar hem. Mm-hmm. Maar als hij voelt nu van nee, dat wordt kantje boordje, dan moet hij nu mee aan het werk. Ja, maar ik denk niet dat Greipel nu gaat werken. Ongeacht wat er gebeurt en wat er gebeurd is, het blijft een goede ontwikkeling. En Greipel achter de hand houden is nog altijd een goede zaak. Ook achteraan heeft het krachten gekost natuurlijk om te achtervolgen. En ze zitten nog op een minuut. Hè. Die minuut moet ook nog goed gemaakt worden. Ze hebben daar nog amper 8, 9 kilometer voor tot we aan de Cipressa gaan beginnen. Wat zeg ik? Die top van de Cipressa die ligt op 18 of 21 kilometer van de streep. Dus zoveel hebben ze niet meer. Hè. 33 kilometer nog. Nog een handvol kilometer. Nog een stuk of 4 tot de voet van de Cipressa. Maak er maar 5 van. Husshoff is onze laatste man. De laatste geïnterviewde. De wereldkampioen. De eer als allerlaatste gespeeld te worden. Hier is hij. Thor Husshoff, have you been thinking about Giuseppe Saronni this morning? No, I haven't. I have to be honest, but I haven't. But you know what record you can break today? I'm not really into history, but I just want to do a good race and race for winning. And I know I have a good legs enough to do it, and also a team to help me. Your team is very strong, Hausler, Ferrer. When is the decision is going to be made? Who's going to be the main guy today? That's going to be made, up Poggio, and then after Poggio, we have to see who's really in the front in Poggio. And then, it's hard really to make 100% tactic before. Thanks very much. Good luck. Ja, het is moeilijk om een tactiek uit te stippelen, zegt hij. Normaal valt de beslissing op de Poggio, maar tradities zijn er om gebroken te worden. En daar komt een luide godverdomme uit de mond van Leif Hosten. En terecht ook, want die motor die zat er wel heel dicht. Of hij vanmorgen aan Beppe Saronni heeft gedacht. Nee, zegt hij, ik ben niet echt into history. Ik ben niet echt een historicus. Het is zo dat Saronni als laatste in de wereldkampioenentrui Milan Sanremo won. Dat was in 1983. Maar Husshoff is daar niet helemaal mee bezig. Het rijtje. Binda 31, Merckx 72, nog eens Merckx 75, Simondi 74, er netjes tussenin. En Saronni in 83, vijf keer is het dus gelukt. Merckx dus twee keer goed voor winst op de Via Roma toe nog in de regenboogtrui. Het loopt hier gesmeerd met Lars Boom op kop. Met Elmiger als volgende klant. Do or die, naar de voet van de Cipressa voor die tweede groep. Ze moeten erbij zijn. Misschien dat er een paar de sprong kunnen maken als ze op een seconde of 5 à 10 zitten. Maar het wordt moeilijk hoor als ze daar onmiddellijk gaan koersen op de Cipressa vooraan. En daar gaan er toch wel een paar belang bij hebben. Kijk, zo groot is dat gat nog. Dat is wat José de Kouwer ook in zijn visie die hij wekelijks geeft in de Gazet van Antwerpen zei. Van waarom niet eens openen op de Cipressa? Daar gebeurde de jongste twee jaar vrijwel niets. Ja, een schamele poging van een wat mindere Italiaan. Of een Italiaan die weet ik kan niet winnen, maar ik ga mezelf eens in de kijker rijden. Ja, maar nu lenen de omstandigheden zich daar natuurlijk een beetje beter toe. Hè? Als je met een volledig peloton naar de Cipressa gaat, dan heb je schrik. Dan heb je angst voor de organisaties die tot stand kunnen komen achter je. Nu is het al veel minder. En die trein helpt hier nu? Oostenwind linksachter? Zoals de tram in de driedaagse van de pannen ooit Bodrogi. Een minuut, heel vlak. Ja, die Wadman die had wel de stand van koers doen. Karsten Kroon, als deze groep vooruit blijft, mag die groep een kaars of tien branden voor Karsten Kroon. En doe er voor Gusev ook maar een paar bij. Ja, Katyusha die er echt wel vol voor gaat. Hè. Hebben dan ook geen enkele sprinter in hun rangen. Hè. Die echt alles op Pozzato viseren. Daar komt het peloton. Dat is een minuut vanuit de lucht. En daar alles op het lint. Hangt allemaal een beetje van de situatie, maar je hebt de indruk van meer snelheid hier.
Het zal toch een hele sterke mens zijn die uit deze groep nog Milan Sanremo gaat winnen, hoor. Ook al komen ze terug. Nou, Husoft, waarom niet? Maar ik geloof minder en minder in de topspurters. En wat met bijvoorbeeld Petacchi als die daar geïsoleerd moet meedoen vooraan? Ja, een afrijden zou ik zeggen. Kansloos. Hausler, dat is een ander paar mouwen. Daar raak je niet zomaar vanaf op de Cipressa of op de Poggio. Nou, die kan mee punchen, maar die moet nu wel mee rijden. Ja. Als ze daarachteruit niet terugkeren. Want die kan dan niet gaan zeggen verder en Husoft. Een minuut en tien. Een minuut en tien. Door het werk van Katjusja vooral. Dank u, Karsten. En Karsten Kroon. Maar Katjusja soupeert drie mannen op. Ja, dan komt het moment waarop de groten echt hun verantwoordelijkheid moeten gaan nemen en ook mee gaan knallen. Geduld. Want je moet een verdomd goed strateeg zijn om Milan Sanremo te winnen. Maar vandaag heilt dat een beetje meer naar hardrijder Durver. En toch moet je nu gaan opletten, hè? Echt niet verraden worden door de zenuwen. Door wat er achter je gebeurt. Ik heb het wel zitten, hoor. San Lorenzo al Mare, zo meteen. En dan de Cipressa. Het is van 1991 dat we hier komen. Ook toen had je zo'n editie waarin er keihard gekoerst werd. Maar toen was het de hele dag verschrikkelijk slecht weer. En toen won Chiappucci. En die reed er op de Poggio Jandori Sørensen af. Ook toen het veld volledig versnipperd. Maar de volgende jaren was het ofwel wegrijden op de Poggio ofwel sprinten. Ja, dit is nu vol tot aan de voet van de Cipressa. Waar we naartoe gaan, hè. Daar staat al Cipressa, maar dat is hem nog niet, hoor. We moeten straks rechtsaf. Daar waar staat Costa Rainera. Daar moeten we rechtsaf. Dat is namelijk het eerste dorpje wat je tegenkomt in de klim van de Cipressa. 5 kilometer en 650 meter lang. 5,7% naar een piekje van 9%. Maar vooral die afdaling in deze omstandigheden goed opletten. 26 bochten. Dus daar nu al wat inschuiven. Goed vooraan zitten. En ik denk dat we nu al misschien een betere kijk gaan krijgen op het rendement van onder meer Bonen. Dat Gilbert uitstekend is, ja, daar twijfelt geen kat aan. Wat kan Van Avermaat? Ja, de Luxemburgse connectie heeft zich netjes verzameld aan de linkerkant van het pak. Met vier zaten ze daar. En bij die vier Benatti en Cancellara uiteraard. De mannen van Leopard. Nu gaan ze eraan beginnen, hè. Allee, vooruit. Cipressa. De da festa comincia. Paolini. Of Gusev nog altijd. Ze lijken zo op elkaar. Agnoli die inschuift. Die het tempo nog wat hoger doet draaien. Dat is serieus uitpakken. Tempo maken voor Nibali. Agnoli. Maar tempo maken... neigt naar een demarrage. Demarrage die dan gecounterd wordt. Is dat door Grijpel? Door Reines. Maar die heeft al veel gegeven. Kan die dat tempo van Agnoli nog aan? Die dat... gaat volgens mij niet meer op dat wiel geraken. Kijkt al achterom en moet naar de kant. Zet zich op kant. 1 minuut en 8 nog. Ja, dat is helemaal leeg. Hè. Helemaal op. En daar is Omega Pharma Lotto nu met 3 stuks vooraan. Het is Agnoli die alleen weg is. Omega Pharma Lotto wordt een beetje gedwongen door de favoriete rol van Gilbert om het initiatief te nemen. Maar laat hem maar rijden, zou ik zeggen. Niet te veel naar Agnoli kijken. Er zijn nog ploegen genoeg die er belang bij hebben om hem straks terug te halen. En Agnoli in zijn eentje. Oh, Balan. Balan. Nu hebben we koers. Nu hebben we koers. Balan gaat in de tegenaanval op Agnoli. En kijk naar de omwentelingen die hij maakt. Dat is goed gezien, hè. Ja, dat is goed gezien, hè. En die laat je natuurlijk niet rijden. Nu hebben we echt koers. Hè? Als Balan gaat, zo vroeg op de Cipressa, dan wordt het van achteruit heel moeilijk. En Bonen zat op het... Nee, het is niet Bonen. Chavanel zat op het wiel. En Grijpelberg voor Gilbert. Zie je? Grijpel neemt Gilbert op sleeptouw. Hij is goed van die Duitser. Het zal toch nog een goede zaak zijn dat ze die binnengehaald hebben. Grijpel die teken doet. Pak maar dat wiel, want het is bij mij op. Zie je? Hij moet naar het wiel van Chavanel nu, Gilbert. Verzuikt in dat tempo. En hier komt Sky naar voren. Dus het was eigenlijk rap op met Grijpel.
Sky. En hier is er weinig tempo in vergelijking met vooraan. Wie gaat het hier nu moeten doen? Ja, je moet er naartoe als je wil. Scarponi dan maar daar op rechts. Een minuut en 10 dichtvlammen. Mm-hmm. Dat nu al doen, dat is je doodvonnis teken. Nuis zit hier ook vooraan. Dat is inderdaad Nick Nuis met dat wat flat slikblauwe. Daar gaat helemaal buitenom een aanval van iemand van Astana. Met Visconti. Ja, daar zit Pozzato. Winnaar van 2006. Bonen toen derde en even blij. Toen nog dikke mate. Is nu ietsje minder toch hoor. Roelands probeert nog bij te blijven. Klier heeft het ook al wat lastiger. Het is een editie die toch wel wat sporen nalaat, dat is duidelijk. En Agnoli die er toch nog in slaagt om het tempo behoorlijk strak te houden. Maar is dat strak genoeg? Ik zie daar ook Sascha Modolo zitten in die kopgroep. Oei, de vierde van vorig jaar. Snel. Kan hij overleven? In de blauwe trui van Colnago. Maar hij een beetje met hetzelfde probleem als Alessandro Petacchi. Geïsoleerd in de kopgroep. En ik vraag me af of Sagan ze allemaal op een rijtje houdt daar vooraan in de kopgroep. Want die is toch zo onstuimig, hè? Zo onstuimig. Maar wat een gouden situatie om straks wat te ondernemen in de afdaling ook, hè? Dit zijn de losten. Dat zijn werkpaarden, hè? Kroon en Co. We nemen aan dat er ook een geloste is. Dat zou Greipel wel eens kunnen zijn. En daar komt dan dat peloton. Dat is een grote kloof als je rekening houdt met het feit dat het bergop loopt. En ook hier gaat het uiteenspatten. Van op Limanje, dames en heren. Nervositeit alom door een spekgladde asfaltlaag. Al wat valpartijen scheuren in het peloton. Een hele dikke scheur van 2 minuten. En daar is dat peloton met Husshofft en Co. en Freire en Cavendish nooit helemaal van hersteld. Rechts tegen het muurtje Tom Bonen in de rol van survivor. Proberen te overleven. Maar als je met dit groepje naar de Poggio gaat, dan kan je ervan op aan dat je daar een vuurwerk krijgt. Want alle punchers in vorm, toch het gros van de punchers in vorm, zit hier. 1 en 10 nog altijd. Geruststellend. Dat is geruststellend. Vraag me af of wat Balan deed, proberen te openen, of dat wel zo verstandig is. Want je zit na de afdaling van de Cipressa nog met een stuk van 9 kilometer tot de voet van de Poggio. Ja, maar als je van de grote blokken hier er eentje meekrijgt. Misschien heeft Balan ook onmiddellijk getemperd toen hij zag dat er niet gereageerd werd op zijn Scarponi. Poster. Wel Scarponi in de tegenaanval met Kolopnev en Visconti. Dat kan natuurlijk wel pijn doen. En dat kan natuurlijk wel wat afknabbelingswerk opleveren. Maar hoe lang houdt Scarponi dat vol? Maar dat kan ook de boel hier uiteen laten slaan, waardoor ze zo geïsoleerd zitten dat ze nooit meer terug kunnen komen. Nu. Ja, voilà. En nu, met twee daar naartoe rijden. 1 minuut. Daar wordt Reinis opgeraapt. 1 minuut en 2 nog. Reinis wordt opgeraapt. Scarponi met Kolopnev. Kolopnev die gaat niet overnemen, kan ook niet overnemen. Wordt uit het wiel gekletst. Scarponi staat er alleen voor. En stel nu dat Scarponi die minuut in zijn eentje dicht. Wat dan? Laat hem maar komen. Dan heeft hij een inspanning gedaan die hij zeker niet meer gaat verteren voor de Poggio. Bonen bijt op de tanden. Bij Pozzato ziet er dat goed uit. Ook Cancellara bijt op de tanden. En Roelands schuift weer wat in. Ja, hersteld. Het zou goed zijn mocht Roelands hier overleven. En hij zal dat wel doen zeker. Agnoli levert schitterend werk. Scarponi slalomt als een volleerd skier. Omhoog weliswaar. Kroon voorbij. Geen afdaling. Moet zelfs remmen in de bochten. Zo snel gaat hij. Kroon voorbij. Maar het is ook de enige gelegenheid voor zo'n Scarponi om te gaan aan te vallen. Dus op de Cipressa die wat langer is dan de Poggio natuurlijk. Hè. Daar kan hij zijn klimmerskracht aanwenden. Moest remmen bergop. Goed is die zeg. Maar het is al een beetje minder nu. Tja. Maar wat is het nut van zo'n inspanning hè? Behalve dat Fredo. Behalve met Van Avermaat. Stond. En Gilbert. Ja. Hier die impuls van Offredo. Van Avermaat aan dat wiel. Van Avermaat in zijn geëigende stijl. Van Avermaat en Gilbert. Op mekaars wiel. Vorig jaar nog ploegmaats, maar dat klikte niet. Gilbert wel alert in de reactie. Zeer alert. Opgelet, na zo'n poging valt het doorgaans een beetje stil. Een
Gos zit daar wel vooraan. Matthew Gos. En Petacchi, die zakt wat door. En Modolo, die zakt ook wat door. Het gevaar, Gos. En is het Popovic die gaat? Ja. Jaroslav Popovic. Die doet dat dus gewoonlijk in Milan-Sanremo, maar dan een stationnetje verder op de Poggio. En moet Gerdeman er dan achteraan? Met Lastras. Nee, dit is O'Grady. O'Grady bergop. Is in orde. Is dik in orde. Hier Jaroslav Popovic. Opgelet, het is geen peloton meer. Hè? Je krijgt daar geen georganiseerde achtervolging meer. Popovic, zoals we hem al een hele tijd niet meer gezien hebben. Goed dus. En hier. Wat spleten links en rechts ook in dat kopgroepje. Is dat doekje helemaal achteraan. En Bonen ook. Heeft het moeilijk, Tom Bonen, om te overleven. Dan wordt het geen sinecure om dat nog eens te doen straks op de Poggio. Scarponi volgt op 38 seconden van de kopgroep. Het peloton 2 op 58 seconden. Laten we zeggen, dat is bijna status quo wat het peloton betreft. Scarponi heeft nu Agnoli in het wiel. De man, u weet nog wel, die opende. Dan is die wel heel snel teruggevallen. Nog altijd 23 kilometer. De top van de Cipressa. Dat is op 22 kilometer van het einde. Wat is de voorsprong van Popovic straks boven? Dit is Scarponi, nog altijd da solo. In zijn eentje. Zou een huzarenstukje zijn mocht hij dat gat helemaal alleen dichtrijden. De man van de Marke. Maar opgelet, je moet ook een stevig stukje kunnen dalen. En dat zijn meer dan bijtrapafdalingen. Die bochten zijn zo lastig dat je iedere keer weer moet optrekken. Hij is zo goed als boven. Vast de camera stond al klaar om hem op te vangen. Boven in Costa Rainera. En hier heeft wie moest overleven dat ook gedaan. Er zijn er nogal wat van de ploeg van Cancellara die er maar aanhangen hoor. Hausler zit daar helemaal achteraan met Klier. Nog niet gezien. Nog geen seconde in de wind gereden. Straks op de Poggio zorgen dat hij mee is. Dat is zijn opdracht. En Popovic bij wijze van spreken voor eigen volk. Hè. Sinds zijn beloftetijd stevast in Italië gekoerst. Voor Italiaanse ploegen ook. Echt een goede 10 seconden. Bertolini zien we daar naar voren schuiven. PMC probeert te reorganiseren. Dus zoeken naar verse valabele krachten. En het is Balan die daar een collega op sleeptouw neemt. Scarponi komt op een halve minuut. Maar hier zijn ze zo goed als boven. En dan gaat Van Avermaat. Scarponi daar weer in het eilen zitten tussen Cipressa en Poggio. Er helemaal alleen voor staan. Van Avermaat offert zich op. Ja, Balan is de man. Hè. En Gilbert wordt ook nog eens naar voren geloodst. Balan is hier de man met zijn vorm van Tirreno Adriatico. En met deze kans. Hoeveel kansen krijg je nog om met zo'n groepje naar de Poggio te trekken? En daar dan hier, Popo. Het spel te en gaan daar de rest al. Ze zijn er al. Van Avermaat rijdt dat gat dicht. Peloton 2 op 56 seconden. Scarponi hangt daartussen op een halve minuut. Wat is dit? Een formidabele wedstrijd, zeg. Graag nog meer van dat. En zit Hinkepi daar ook? We hebben eigenlijk nooit die samenstelling van die eerste groep gehad. Italiaanse radio laat ons een beetje in de steek, de wedstrijd radio. Dit is Scarponi. En wie is dat? Is dat Duque die achtergebleven is? Ja, Duque is achtergebleven. Scarponi op 24. Ja, dat is iets minder. Een twintigtal. Maar hij moet er nu naartoe in de afdaling, want straks op dat vlakke stuk naar de voet van de Poggio helemaal alleen ervoor staan. Dat is onbegonnen werk. Ze gaan hem volgen hoor. Tuurlijk, een Italiaan. Vol risico. Die 16 vergeet dat maar. Een groep met Visconti, dat is ook maar een groepje. Nee, dus hier. De spurters, Cavendish, Freire, Ferrer, die schrijven we af. Die gaan Milan-Sanremo dit jaar niet winnen. En hier is ook alles uiteen gespleten. Hè? Uiteen gehaald. Onverbiddelijk, daar is Meersman. Ja, Meersman zat daar. Daar gaat Alfredo.
die motor gaat hier weer in de problemen komen. Hè? Je moet zin voor risico hebben. Dat is de man die ze zoeken natuurlijk. Michele Scarponi. Het ligt droog, gelukkig. Bewonder de talerskunsten van de Marchegiano. De man uit de Marche. Gilbert doet dat goed. Vierde positie, zeer attent. De lijnen goed uit laten tekenen door de man voor je. Tactisch goed doordacht. En BMC, dat nu zo stilaan helemaal moet gaan overnemen. Ja, BMC en Leopard heeft daar ook nog een man of drie voor Cancellara zitten. Dus die gaan op dat tussenstuk het tempo moeten onderhouden. Op naar de Poggio, maar eerst beneden geraken heel. Offredo slaapt wel een gat. Is het Offredo of is het Chanel? Ik ga nog even wachten. Ik meende Offredo. Maar Chanel als crosser zou me niks verbazen met zijn kunsten dat hij ook behendig is. 19 kilometer nog. Nogmaals, beneden is het toch nog 9 kilometer over het vlakke tot je aan de voet zit. Hè. En we zitten bij Chanel. Winnaar van een etappe in de driedaagse de Pannacock, zei hij vorig jaar. Met aankomst in Oudenaarde. Ja. Dwars door de stad heen. Blij als een kind, was hij. Ja. En crosser op kop in Milan San Remo. Ja, het kan, hè. Wolfsol was hier ook altijd goed. Niks is nieuw. 18 kilometer nog. Gilbert op vinkenslag. Wat een gouden kans, zeg. Ja. Gilbert op de Poggio straks. En zien wie dan meegaat. En dan tactisch geslepen naar Lungomare. En gaan ze dan overpakken? Vraag ik me af. Want je weet hoe dat gaat als je met Gilbert wegrijdt. Nou, wat gaan ze doen met dit groepje naar de streep rijden dan? En Gos laten winnen. Of Bonen. Of Huisler. Bonen mag. Huisler kan mee zijn op de Poggio, hoor. Zeker weten. Dit is Chanel. Het is de leader in de race. Hij is beneden. Zijn voorsprong kan niet groot zijn. Maar hij bewijst wel dat hij al 270 kilometer knap in de benen heeft. Dit is Scarponi. Die jaagt op het eerste peloton. Maar die heeft nu ondertussen al wel een formidabele inspanning geleverd. En gelooft hij niet zelf dat hij Milan San Remo kan winnen? Ik heb daar mijn twijfels over. Dit is Doeke. Die is eruit gereden vooraan. Die is voor Cofidis jammer genoeg niet sterk genoeg. Het veld compleet uiteengeslagen. Scarponi. Hoe dicht komt hij nog? Ja, niet dichter meer, hè. Dit is zijn doodvonnis. Helemaal alleen op die Via Aurelia. Daar rijden ze wel, hoor. Maar als ze hier nu de kraan weer gaan opendraaien. Counter nu. Counter van een man of twee. Moeten toch op de hoogte. En dat is zo. Er wordt met oortjes gereden, dames en heren. Dit is World Tour. Scarponi komt er op 16 seconden. Het peloton blijft hangen op. Daar komt Offredo met Gerdeman. Of is het O'Grady weer? Kom bij Chanel. Het is O'Grady. Dit is Offredo. Je ziet wat dat doet, hè. Als je de natte dagen vergeet in Parijs-Nice. Nogmaals, hij is in Parijs-Nice een dag of twee voor het einde van de race eruit gestapt. Ogenschijnlijk met wat last, hoesten en proesten. Niks daarvan. Wat meer rusten. Ah, dit ziet Scarponi niet graag gebeuren. Hij zit daar nu in zijn eentje te achtervolgen. Maar het spat hier uiteen. Dat tempo gaat weer omhoog. En dan moet je die laatste 150, 200 meter goed maken. En dan ga je aan de Poggio moeten beginnen. Het wordt meer en meer man tegen man. Je kan al maar een paar keer beter zo'n finale gereden hebben. Daar is Van Avermaat. Met O'Grady, Chanel en Offredo. Maar heeft die goede benen, zeg. Ja, die plakt aan dat wiel natuurlijk. Hè. En O'Grady, als hij de kaart Cancellara trekt, idem dito. En wie krijgen we nu? Is dat Gilbert? Dat is Roelands. Nee, Greipel. Greipel gaat de sprong proberen te maken. Dat is misschien wel een goede tactische zet. Maar alhoewel, die heeft de schrik van Greipel op de Poggio als je zag wat er daarnet gebeurde op de Cipressa. En Clear. De halve Vlaming die op Mallorca woont. Nou, we gaan naar een mannetje of 5-6 vooraan. Dan even aarzelen we dus Chanel, Van Avermaat, Offredo en ook O'Grady. Twee man erachteraan en hier nog even lonken in de wetenschap dat één jump volstaat. Scarponi.
kan bijna op de ruggen van de mannen in de groep daar spuwen, maar het is er nog altijd niet bij. Hoe ver nog? Oh, een goede 150 meter. Dat is toch wel een fameuze inspanning, ja, hoor. Sterk, sterk nummer. Maar wat moet dat niet aan krachten gekost hebben? Hij gaat er naartoe. Hij gaat er naartoe. Eentje gaat erin slagen om dat gat te dichten nog voor de voet van de Poggio. Want daar zijn we nog lang niet aan toe. Chapeau. Nog voor het binnenrijden van Arma di Taccia gaat Michele Scarponi. Scarpa staat er achteraan op zijn helm. Naar de kopgroep rijden. Straffe stoot. Sterk stukje. En hoe zit het vooraan? Van Avermaat kan zich daar lekker laten meelopen. Hè? En als je het mij vraagt, goed gezien van die mannen van de FDG. Met z'n tweeën gaan. Maar zit er nog een derde hier? Ja, hij heeft nu een paar kilometer om te herstellen, Scarponi. Een kilometer of 4-5. Om hier in de wielen even op adem te komen en dan te hopen dat hij nog een versnelling in zijn benen heeft op de Poggio. Als hij dat kan, dan is hij een mirakelman. Hier Chenel. 14 kilometer nog. Dit is Van Avermaat. Alfredo. Die mannen van Française des Jeux die gaan vol willen doorgaan. Ook ready. Kruipel en Klier die hangen er nog altijd tussen. We zagen ze reageren. Maar ze zijn er nog niet bij. Van Avermaat met een hele korte overname. Als Van Avermaat als kopman uitgespeeld wordt, dan moeten ze hem laten begaan. En kan daar vooraan zeggen, ah nee, ik niet, want ik krijg wat ballon. En die twee zijn niet echt dichtgekomen. Een hele mooie voorsprong. Als je het maar weet. Die twee worden op dit moment weer ingelopen. Dus voor Gilbert weer een andere situatie. Dus moet hij een mannetje aan het werk zetten. Clear dan toch. Gilbert moet mannetjes voorin posteren en dat doet hij. Ja, dat zou wat zijn. Van Avermaat die Gilbert te snel af is. Maar Gilbert heeft nog een Poggio-nummer in gedachten. Marcato is ook weer naar voren geschoven. De man van Vacances Soleil DCM. Daarachteraan nog altijd Sacha Modolo. Ja, en Petacchi die eindelijk een ploegmaat ziet. Scarponi die even komt kijken. Ja, hoe zit het daar vooraan? Wie rijdt er daar nu nog weg? Moet ik er nog eens naartoe? Hij komt dat vragen aan Popovic. En die anderen die kijken om. Wat? Scarponi, waar komt die nu uit? Scarponi, wat mij betreft, de actie van de race. Zonder enige twijfel. Fabelachtig. Hey, dan denk je tegen zo'n groep kan je nooit meer terugkeren op dat tussenstuk. Maar hij doet het in zijn eentje. Niet alleen bergop, hij maakt ook nog eens een fantastische rentrée. Petacchi. En hier. Scarponi die even aan het overleggen waren. Dat heb je verdiend, man. Drink eens. Hoed af. Een gedecimeerd groepje. Ze waren oorspronkelijk met 44, maar dan rijden er wel vier weg. En er is een Belg bij. Chenel, Van Avermaat, O'Grady. Stuart O'Grady, zo'n pak ervaring. En wat doet Cancellara met de aanwezigheid van O'Grady? Winnaar van Parijs-Roubaix. En O'Grady ging vlot omhoog op de Cipressa. Heel vlot. 12 kilometer nog. Top van de Cipressa ligt op 6 kilometer en 200 meter van de aankomst. Dat is wat verder dan vroeger. De aankomst op de Via Roma, pakweg 5-7, 5-8. Hier op de Lungomare Italo Calvino. Wat honderden meters extra. Daar de koplopers. Roelands, ex-kampioen van België. Rijden voor Gilbert. Bonen al een poos niet meer gezien. Hij zit er wel hoor, in dat groepje. Hij houdt zich daar schuil van achter. Moet spelen op de overleving. Daar zit hij inderdaad. Helemaal nu in het hoekje en nu weg uit het hoekje. Roelands moet het gat proberen te beperken. Ballan, derde, vierde positie. Gilbert aan het wiel van Ballan. Die heeft gezien dat hij een fikse demarrage in huis had. Chenel, die me dunkt, alles leeg rijdt nu voor Alfredo. Fransen, dat is al een eeuwigheid geleden hoor. Jalabert, 1995.
die toen wegreed met ze hebben Van der Jest. Een halve minuut hebben ze. Oh. Een halve minuut. En er zijn er wel nog een paar hier die overschot hebben op de Poggio. Greg van Avermaat, jongen. We zullen niet moeten wachten tot aan die tanks daarboven om op de Poggio te ontploffen in de tweede groep. Greg van Avermaat, jongen. Ik zou wel eens een keertje overslaan. Ik zou al eens een keertje passen. Want er zit daar een gehaaide kerel bij. 30 secondi. En Lotto, voor wie het er zo goed uitzag, in het verweer gedrongen. Roelands die nog eens overpakt van Grijpel. Maar Grijpel die is aan het eind van zijn Latijn. Het is goed dat hij nog altijd een beetje probeert mee te doen. Huisler heeft zich nu in het wiel van Gilbert geposteerd. Hè? Marcato, de hele tijd niet gezien, maar nu is hij er wel. Marcato achter Huisler. En dat was schijnbaar heel makkelijk. 11 kilometer nog. Armaditaggia, dat is waar we nu zijn. Heerlijk schouwspel deze Milaan Sanremo. De 102e editie is er eentje die zal bijblijven. Komen ze er nog? Raken ze nog bij die kopgroep? Of kan Van Avermaat straks vol voor de zege gaan? 22 seconden. Wordt nu gegeven. Maar balans stopt af voor Van Avermaat. Als dat niet knap is. Mooi. Grijpel. Dat zien we wel graag. Een sprinter die zich vol overgave in de achtervolging smijt. Maar het zou van de andere kant natuurlijk ook zonde zijn voor Van Avermaat. Die krijgt hier misschien wel een gouden kans om Milan Sanremo te winnen. Hoe vaak krijg je die kans? En dan daarachter. Gilbert, Huisler, Scarponi. Die schijnbaar moeiteloos herstelt van de inspanning. Ja. Die op kerosene rijdt. Angstvallig. Gilbert aan het wiel van Ballan. Huisler, kijk naar dat aangezicht. Gilbert. Coole kikker. Zelden stress. Maar dit moet toch wel stressrijk zijn. Kan niet anders. Popovic, zou die nog eens een poging ondernemen? De man die ging op de Cipressa. Links in beeld, Schenelke. 28 seconden weer. La, 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 la. En we gaan stilaan opdraaien. Hè? Op naar Serreland. Op naar de beslissing. Of ligt die weer wat verderop? De Poggio, 3 kilometer 57. 4% gemiddeld. Max 8%. Buitenplaat klimmetje. Daar gaan ze eraan beginnen. En de chrono gaan we even indrukken. Tjak, en we zijn vertrokken. Je moet tegen, of met een snelheid van 35 naar boven hoor. Wil je Milan Sanremo kunnen winnen. Fourlan deed hier 40 gemiddeld. En nu doet het natuurlijk pijn. Hè? Nu voel je natuurlijk al die inspanningen die je daar net geleverd hebt door de Cipressa en in de afdaling daarvan. Gilbert, dan de Ballan. We zijn nu al 20 seconden bezig hè, met die vier koplopers. Cancellara schuift in. Ze zijn nog niet opgedraaid. 30 seconden. We zijn nog niet begonnen. Nu wel. 32 seconden. Dat is een probleem. Dat is een probleem. Moet je tot het heiligdom van de Madonna della Guardia wachten? Dan zie je ze misschien niet meer terug. Het is daar kijken. Het is daar lonken. Ballan die zegt aan. Ah, nee, ik heb Van Avermaat. Ga niks doen, meneer Gilbert. Lastras dan maar. Lastras die een lengte of twee neemt. Die het tempo de hoogte injaagt. In de wetenschap dat Rojas daar ook zit. Gilbert met de Gerdeman. Die als een waakhond op dat wiel plakt. Van Avermaat die in het dal kijkt. Niet te geweldig recht. Dat, dat kopje dat knikt weer. Hè? Van Avermaat. O'Grady. Daar gaat Offredo het tempo weer wat hoger jagen. En ze hadden maar twee mannetjes in die groep van 44, Francaise Desjeux. En ze zijn allebei mee. Speculeren in Milan Sanremo is dodelijk. Zeker hier. 3 seconden wachten is hangen. Lastras, fantastische daler. Gerdeman, Scarponi. Gaat hij dat nu nog eens doen? Ballan. Pozzato zit hier. Popovic. Nibali. Rechts ervan, links Nibali. Denk aan Nibali, aan die zijn laatste kilometers. Dat is een man met een tijdrit in de benen. Tossato zit daar ook nog altijd. Nibali ook al goed in Terreno Adriatico. Marco Marcato. Daar gaat Van Avermaat. Van Avermaat gaat er van weg. Van Avermaat demareert vooraan van de rest weg. Reactie van Offredo. Even uitdunnen, zegt Van Avermaat. En de rest? En is dat nu nodig?
Is dat niet nodig? Nou, waarom niet? Waarom niet? Gaat nog eens. Ik zou O'Grady toch kwijt willen. Gaat nog eens. Misschien in het zog van die auto. Ja, dat is natuurlijk wel goed bekeken. Hè? Hij heeft daar niet lang nut van gehad, hoor. Die was weg voor hij het goed en wel besefte. Opletten bij het aansnijden van die bochten en die motoren zitten daar toch weer. Daar gaat Nibali. Dat zat er een beetje aan te komen. En nu moet Gilbert komen en hij komt ook. En nu gaat Scarponi weer een inspanning plaatsen. Maar dan houdt Nibali in. Zie je? Dat is het effect Gilbert. De topfavoriet, weet je? Pozzato zit nu ook klaar. Oh, wat is dit spannend. Offredo. Waar is Van Avermaat? Ja, weg. Offredo geraakt niet bij Van Avermaat. En O'Grady die plooit ook. En Chanel die kraakt al helemaal. Van Avermaat moet over een stel wonderbenen beschikken. Kan hij dat doortrekken tot op de top? De top die ligt op 6,2 kilometer. Nog goed anderhalve kilometer voor Van Avermaat. En hier valt het wat stil. En het probleem is dat die Poggio eigenlijk begint op het Madonna della Guardia heiligdom. Dan heb je nog een jaap van een goede kilometer, hè, tot op de top. Gaan, Greg. Dit is Lastras. Met Chavanel en Gilbert zeer attent. En dan Nibali aan het wiel van Gilbert. Krijgen we een verschil? Komt Offredo er al uit de bocht? Nee. Gaat nee. Nog eens aanzetten. Greg van Avermaat. Dat zou nogal een bevrijding zijn, hè? En een bevrediging na zo'n voorspel. Hier zijn we aan het heiligdom. 30 jaar na Fons de Wolf. Zometeen komen we aan de Citernes. Gilbert nu zelf. Nu heeft Gilbert zijn versnelling ingezet. En nu is dan die andere punchers om mee te gaan. Hè. En ze gaan ook mee. Nibali, Balan, Hausler. En Lastras. Gilbert nu zelf. Hier Greg van Avermaat. Op dat stuk vals plat. Waar Chalabert onder meer ging. Waar Fondriest er ook van wegreed. Maar dat was vroeg in de jaren 90. Toen raakten ze dat allemaal weg. Hier gaat Nibali. Daar gaat Vincenzo Nibali. En Gilbert houdt de benen stil nu. Wat nu? Dit is goed voor Van Avermaat. Dit is allemaal goed voor Van Avermaat. Gilbert lokt de rest uit zijn kot. Nibali, knappe stijl. Winnaar van de Ronde van Spanje. Nog 7 kilometer. Fantastische Milan San Remo. Dit is Chanel. Wordt nu al ingehaald door Nibali. Voorbij gestoven door Nibali. En dat is een meesterdaler, Nibali. Ik wil hier geen angst aanjagen, dames en heren, maar het is zo. Greg, die moet ver boven zijn. Daar in Hammezoggen worden ze nu ongeveer zot van nervositeit. En hier ook. Nog 6 kilometer 2 van aan de top. En dan al die bochten nog overleven. Boeh, heeft het moeilijk, heeft het moeilijk. Maar kom aan, man. Is wat vroeg gegaan. Daar ligt Cipressa, het dorpje. 10 seconden. 10 seconden, wat is dat? 10 seconden. Veel zal afhangen van wat Nibali hier nu doet. En of er daar nog iemand uit de achtergrond komt. Daar ginds moet Offredo rijden met O'Grady. Die 10 seconden zijn natuurlijk op O'Grady en Offredo. Hè? Nog niet op Nibali. En dan recht blijven natuurlijk in die afdaling. Maar relanceert nog eens. 25 bochten. 25 drommelse, dekselse bochten. Nibali. Offredo die omkijkt. Nibali die zichzelf nu ook nog een klein beetje tegenkomt. Anders sneller op dat wiel van Offredo en O'Grady zou gezeten hebben. Groep Gilbert volgt op 26 seconden van Van Avermaat. Het zal van de power van deze Nibali afhangen. En van Avermaat ook natuurlijk. Ja, en van de samenwerking tussen deze drie in de afdaling. Maar Nibali gaat ze achterlaten of proberen. Offredo mee aan het wiel. 15 seconden voor Van Avermaat. Dat is in principe genoeg. Daar is Gilbert. Gilbert opnieuw met Balan. Met een heel groot verzet. Greg van Avermaat is wel degelijk in orde. Hij rijdt hier nu Poggio binnen. Dan links en dan duiken. Duikbril op en naar beneden. Zo snel mogelijk. Ik zou nog eens op de trappers lopen, Greg van Avermaat. Ik zou nog eens relanceren. Oeh, het wordt moeilijk. Nibali als een stoomtrein nu met Offredo en O'Grady. O'Grady kan ook formidabel naar beneden rijden. Wat zitten ze dicht? Wat zitten ze dicht? Maar hij is boven. Chrono ingedrukt. Greg van Avermaat. 25 bochten. En dan beneden. Straks op de Via Aurelia. Daar weer samensmelting. Ze zijn er ook al. 10 secondjes. En Cancellara is daar ook, hè. Cancellara komt aansluiten. En dat is misschien wel de beste daler van allemaal. En Marcato, Gilbert, Balan en Pozzato. Opgelet voor de sprong van Pozzato van achteruit. En hier de rest van dat groepje. How about Bonen? Het ging een beetje snel. Dit is Chanel als allerlaatste. Dus nogal wat verval voor Chanel. Maar die heeft zich leeggereden natuurlijk.
15 seconden voor Van Avermaat. Nibali die omkijkt. Nibali, fantastische daler, nog maar eens zeggen. En nu dat aansnijden van de bochten. Merckx die sneed hier Jan Doorn die de bochten zo scherp aan die de curbstones gebruikte. Maar die samenklitting daarachteraan maakt het moeilijk voor Van Avermaat. Ook als ze nog eens beneden komen op die Corso Cavallotti. Het is ook al een klein beetje kleiner geworden, het verschil. Nibali tekent daar de perfecte lijnen uit. Het wordt moeilijk. En een val. En een val. Marcato. Dat heeft misschien het tempo een beetje gebroken. Dat is in dat achtervolgende groepje. Maar niet helemaal vooraan. Hier zitten we achter Balan. Maar er rijdt een andere Balan, een andere BMC'er vooraan. Die heeft nog 6 seconden naar het schijnt. Daar Marcato. En Balan die heeft, oh, hoere chance. Dat mag je wel zeggen. Gilbert overigens ook. En dat kan misschien dat ritme daar een beetje breken. 5 kilometer nog. Maar amper 6 secondjes. Vijf kilometer nog. Opletten voor Cancellara als we beneden komen. Niet te veel opzij kijken, Greg Van Avermaat. Alleen vooruit. Daar moet je denken. Een dolle afdaling. Daar is Kans. En we zijn van de sprinters af, hè, tenzij Hausler daar nog zit. Cancellara gaat er nu vol achteraan. Ai, ai, ai. Ja, ja, en dan moet je bidden, hè. Als die met de hamer slaat, dan kun je vingers maar beter niet tussen die hamer en dat aanbeeld zitten. Een seconde of 4 nog. Onze Italiaanse collega Cassani zegt 3, maar wij zeggen 4. 4,5. En is Gilbert daar nu nog bij? Ja, die hangt daar nu aan. Daar links achteraan. Maar Gos ook. Dacht ik snel gezien te hebben. Matthew Gos. Is nog niet gedaan, hè. Hier even aarzeling. Goed, goed, goed. Laat ze maar aarzelen. 5 seconden dus. 6. Allee, Sanremo. Straks beneden. Weer op de Via Aurelia. Nog 1 kilometer of 3. Van Avermaat. Voor het Waasland. Kan het. O'Gray die gaat de kastanjes uit het vuur halen. Na een verdomd matig jaar vorig jaar. Maar daar rijdt hij. Het zal niet kunnen. Matthew Gos, topfavoriet. Absoluut. Maar Gilbert zit daar ook. En geloof nooit dat het hier samen blijft. Hè. Geloof nooit. Hè. Wat als Cancellara straks alle registers nog eens opendraait beneden. Zoals hij zo mooi zei 3 jaar geleden. Hè. Het was een fantastisch gevoel toen ik aanging. Milan Sanremo winnen, dat is een puzzel leggen. En je moet het laatste stukje in je achterzak houden. Dat is wat hij doet. Ik voelde, zei hij, intuïtief aan dat het tijd was to smash down the hammer. Maar deze Van Avermaat kan misschien wel een klassieker winnen. Wat als hij iets later wacht? Wat dan? Als hij niet wat stilvalt na het heiligdom. Gilbert en Pozzato als schaduwen. Ze zaten daar alweer naar elkaar te lonken. Rijd andermaal. Elkaar niet in de vernieling. Andermaal. Rij om te winnen. Nu niet meer omkijken, Greg. Niet meer omkijken. Je voor het barsten rijden. Er is geen andere mogelijkheid. Het kan niet anders. Het is onmogelijk, want ze zijn daar. Cancellara heeft dat mannetje. Hè? En nu, wat bij de samensmelting. Kans gaat nu even kijken. Dat even pokeren. Een prangend moment. En dan opletten. Aanval of Fredo nog eens, of Chanel? Of is het Roland? Of het is weer Fredo. Wow, hoe sterk is die? Dat is voor de tweede keer dat hij vol gaat. Chapeau, man. En dat is inderdaad het gouden moment. En dan moet er gereageerd worden. Cancellara. Himself. Oh. Gos mee. Cancellara die voelt dat Gos mee gaat. Dit kan voor Alfredo een gouden kans zijn. Dit kan, hoor. Dit kan. Ook op die manier kun je Milan Sanremo winnen. Er wordt geaarzeld. Ze zitten bijna op zijn achterwiel. Maar toch komen ze er niet bij. Maar hij houdt in. Ja, één versnelling. Gilbert nu. Gilbert. En Gos die alles gaat counteren. Gilbert naar de andere kant van de weg en gaat nu vol door Gos. Wat doet Gos? Hij aarzelt, hij twijfelt. Gilbert heeft een gat van 1,40 meter. Heerlijk moment. Kom Gilbert. Aan, Phil. Wat slingeren en goede teen. Daar is Pozzato. Andermaal Pozzato. Ja, hij heeft natuurlijk dat recht. Hij heeft, natuurlijk hij dat heeft recht. Het recht, maar dan moet hij nu doorgaan als hij erbij komt om te winnen. Hij ziet Balan. En dan weet hij zijn kansen gehypothekeerd. Opletten, 1,5 kilometer nog. Maar Gilbert heeft nog wel power over. Die durft dat wel aan. Veel lef
alles in die strijd gooien, alles uiteen ranselen en dan nog wat overhouden om de sprint te winnen. En Pozzato, gaat hij tot op het wiel of gaat hij overpakken? Gilbert met veel vaart door die bocht. Hij relanceert nog eens. Ballan in derde positie. En hij slaat weer een gat van 20, 30 meter. Gossit daar wel klaar. En Pozzato met die lange halen van hem. Denk aan zijn overwinning in 2006. Ja. Dit is Matthew Goss. Van Klopbaar zo te zien. Matthew Goss in een zetel. Gilbert, Pozzato. Gilbert houdt wat in. Weet dat hij moet inhouden. Laatste kilometer. En wat heeft Pozzato nu bereikt? Nu, opgelet, Cancellara. Gilbert doet verliezen. Opgelet, Cancellara. Al wordt hij daar een klein beetje opgehouden. Aanval Nibali. Nibali. Nog eens Nibali. Of Redo mee, Cancellara ook mee. Gilbert aan het wiel van Cancellara. Dat kan misschien wel het goede wiel zijn. Nibali, of Redo, Cancellara, Gilbert. Wat een spanning. Goss zit daar ook uitstekend. Het wordt weer wat ingehouden. Gilbert, krachtig, machtig. Maar kan hij het ook afmaken? Dubbele bocht. Goss zit klaar om te winnen. Goss zit klaar om deze 102e Milan San Remo te winnen. Een Australiër. Goss uit Parijs-Nice, nota bene. Uit Parijs-Nice, vergeet dat niet. Hè. Ballan aan het wiel van Goss. Gilbert met Goss aan zijn achterwiel. Even inhouden. Wie durft? Wie durft? Wie nu optrekt, is gezien. Oeh, tempo er helemaal uit. Van achteruit. Scarponi. Scarponi van achteruit. Gilbert aan het wiel van Scarponi. En Goss nu al naast Gilbert. Gilbert, kan je? Durf je? Kan je Gilbert? Gilbert kloppen is zo lastig. Gilbert kloppen is lastig. Maar Goss gaat het halen. Goss wint Milan San Remo. Goss wint Milan San Remo voor Cancellara en Gilbert. Matthew Goss uit Parijs-Nice. De Tireno-baan is gebroken. En wat heeft Pozzato nu weer bereikt? Niks. Nada. Koers is om te winnen. En dan een sprintje voor de eer. Matthew Goss, dan toch een sprinter. Je moet het toch wel geven dat hij het overleefd heeft. Achtervolgende groep hier met Benati, meen ik. Die hier nog de sprint wint. Matthew Goss wint Milan San Remo. Gilbert, derde. Weer derde. Derde. 2008 was hij dat ook. We zijn er zelden zo dichtbij geweest. En je kan ook wel eens een deel van je broek verliezen in Milan San Remo. Maar het was een heerlijke Milan San Remo. Een fantastische Milan San Remo om naar te kijken. Goss zet zijn naam op de erelijst als eerste Australiër. Daar nog eens. Gilbert zet aan. Scarponi trekt de sprint op gang. Gilbert naar het wiel van Scarponi. Goss weet perfect wiens wiel hij moet houden en wanneer hij daar moet uitkomen. En kijk eens naar die machtige halen. Het is een ongelijke strijd. Hij zet de rest echt op een duidelijke achterstand. En dan de sprint van Cancellara. Die mag er ook wel wezen. Ja, dat was de sprint van een spurter, hoor. Dat was niet de sprint van een rouleur. Daar zit ook nog wat explosiviteit op na 300 kilometer. En daar gaat nog wat bij komen. Ja, die dubbel Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, die behoort weer tot de mogelijkheden. Daar hebben we de top 10. Goss voor Cancellara en Gilbert. Ballan is vierde. Pozzato heeft weer iemand doen verliezen en uiteindelijk zelf maar een vijfde plaats gepakt. Scarponi is zesde. Offredo zevende. Nibali achtste. Van Avermaat negende. O'Grady tiende. En dan op een elfde plaats Ventoso. Petacchi is nog als twaalfde gefinished voor Benatti, Rojas en Marcato. Maar we hebben een hele mooie koers gezien. Vol onverwachte wendingen. Wat was dat lang geleden dat het nog eens zo liep? En wat hebben we lang gedacht? Het wordt nog eens een Belg. Een echte Belg, zoals Fons de Wolf 30 jaar geleden. Maar ja, mag niet zijn. En Gilbert, die grimas, ik begrijp het wel, hè. Ik begrijp het wel. Ik begrijp het wel. Goss, Cancellara, Gilbert, Ballan, Pozzato, Scarponi. De Italianen op 4, 5 en 6, maar wel geklopt. Ja. Dan Offredo en dan Nibali. Van Avermaat een uitstekende negende. En ik blijf erbij dat het niet aan Pozzato was om Gilbert te halen. Dat moest hij aan Goss gelaten hebben. Als hij zelf al een kans wilde maken om te winnen. En als hij het toch deed, dan moest hij onmiddellijk overgepakt hebben. Kijk van waar Cancellara komt. Hè. Die heeft eigenlijk te lang gewacht om aan te zetten. Kijk eens wat hij nog goed maakt. Hè. Die komt nou ja, net aan het achterwiel van Goss. Ik zeg niet dat hij zou gewonnen hebben. Maar nogmaals, straks Ronde van Vlaanderen. Oei, oei. Van Bonen vooraan geen sprake meer. Ook al zat hij bij de 44 die zich wisten te onderscheiden van de rest. Ver van de aankomst. Op pakweg 85 kilometer van de aankomst toen het peloton uiteenscheurde.
Ongredi is 10e, Ventoso 11e, Petacchi 12e, Benatti 13e. Dan Rojas, Marcato, Roland, zoals jij al zei. Hier Matthew Goss, gefeliciteerd door zijn ploegleider. Valerio Piva, die 2 jaar na Cavendish weer prijs heeft. Hè? Matthew Harley Goss, het was echt Harley hè, vandaag. Je moet niet echt super scherp staan om Milan Sanremo te winnen, een bewijs daarvan. Maar dat hij in orde was, amai. En hij heeft eigenlijk de perfecte race gereden. Hè? Hij heeft daar vooraan gezien de situatie met Cavendish die daar in de achtergrond verzeild geraakt zat met al die ploegmaats. Mm-hmm. Niks moeten doen. Nee. Zijn enige opdracht was volgen en sprinten. Zijn hele ploeg was teruggeslagen op Le Magne. Eerst in de klim met Cavendish en dan nog eens door de vele valpartijen en het oponthoud in de afdaling. Ze zijn nooit meer in koers geweest. Hij zat daar alleen als survival, als overlever. Maar hij doet dat dan toch, hè, op Cipressa en op Poggio overleven en mee zijn met de besten. En dat kunnen we van Tom Boonen niet zeggen. En wat als Gilbert niet aanvalt en wacht op de sprint? Dan kan hij Goss nog niet kloppen. Ik denk dat Goss niet te kloppen was vandaag als je ziet hoe die finale zich ontpopte. Alleen als Pozzato niet achter Gilbert gaat, heeft Gilbert een kans. Milan Sanremo is een wedstrijd van momentopnames. En dat juiste moment, ja, dat is het goede als je achteraf wint. Van Avermaat zal straks misschien ook wel zeggen waarom die impuls, waarom er van wegrijden. Ah, misschien meer dan waarschijnlijk omdat hij voelde dat de drie anderen niet rap genoeg meer die Poggio opreden. En dat hij moest wegknallen. Maar wat, als hij daar wat langer wacht, dan blijft hij misschien wel alleen. Maar anderzijds, als je de vaart van zo'n Cancellara zag, die ook nog O'Grady in steun had, dan hielp er wellicht geen lieve moeder aan. Goss, Cancellara, Gilbert, wie die gespeeld heeft, heeft een gouden zaak gedaan. Uiteindelijk is het niet de Milan Sanremo van de sprinters geworden, maar er wint wel een sprinter. Tot daar het verdict van een wedstrijd die afgehaspeld is met een gemiddelde van 43,486. Oké. Als Pozzato naar de Ronde van Vlaanderen komt, sturen we hem naar de Havana. Maar goed, zelden zo genoten van Milan Sanremo. Ze blijven daar nog met 8 over. Met 8. En het heeft maar een haar gescheeld of het was een man alleen. Die ginds in de achtergrond toch nog sprint voor plaats 9. Met Stuart O'Grady, nota bene. Ook al omdat punten in World Tour wedstrijden van groot belang zijn voor de volgorde van de auto's in de volgende grote afspraken. In de eerste plaats de Ronde van Vlaanderen. BMC met een man op plaats 4 en een man op plaats 9. Ze zullen, het mag dan een troost wezen, dicht vooraan mogen starten. Voilà. Fantastische koers. Graag ieder jaar van dit. Die 2:30, ze zijn voorbijgevlogen. Het cliché kunnen we bovenhalen. Omstandigheden en renners maken een wedstrijd en niet het parcours. De omstandigheden leenden zich daartoe, maar eens beneden na Le Magne hebben de renners beslist om te koersen. Strafste stoot wel van Scarponi in deze wedstrijd. Ja. In zijn eentje een gat van 7,58 seconden dichtgereden van de Cipressa, de brug geslagen naar de Poggio en nu nog meedoen. Ja, de sprint aangaan. Ja. Zonder Petacchi. Die lag er ook al met zijn balletjes af. Handje van Cancellara die wel weet wat het is hier Milan Sanremo te winnen en dus respect heeft voor wat Goss hier voor elkaar krijgt. En opgelet, die Goss, zo'n Costo, die kan ook Vlaamse wedstrijden wel aan. Hè. Denk maar aan die sprint van een jaar of 4 geleden toen Steven de Jong natuurlijk Kuurne-Brussel-Kuurne won, toen hij Bonen versloeg. Ik zie hem nog heel blij in dat tentje zitten voorbij de finish met die tweede plek. En toen zag je al iets in zijn ogen. Wacht maar, manneke, mijn tijd komt nog. Ik hoop dat ze in het hotel bij HTC Heijrood voldoende bier in voorraad hebben. Want daar weet hij ook wel zijn mannetje in te staan. Hij heeft namelijk een reputatie van 5-nummer. En Piper heeft zich als doel gesteld vorig jaar. Ik help hem daarvan af. Piper die toen hij nog bij Omega Pharma Lotto zat, hemel en aarde bewogen heeft om die goals daar binnen te krijgen. Nee, dus. Bij Colombia
Het vroegere Colombia daarentegen wel. Met dit als gevolg. Eerste Australiër op de erelijst. Ja, het zat er eens aan te komen dat Australiërs die nu al zo lang bezig zijn met de wielrennerij in te palmen in San Remo is hoog in de prijzen gingen rijden. Hè? Terwijl hier nu Michael Matthews solo over de finishlijn bolt. Wilde toch zijn Milan San Remo uitrijden.